Goedemiddag allemaal. Fijn dat jullie allemaal zijn gekomen met zoveel. Achter mij kan je ook zien de foto's die niet gewonnen hebben, maar toch ontzettend mooi. Het was heel moeilijk om 30 foto's uit te kiezen. We hebben dit gedaan met 5 juryleden, waaronder Mirjam Boertjes, Cor Koch, Ruis Ellen wil ik even benoemen, die heeft ook meegedaan met jureren. Ik hoop volgend jaar dus nog meer inzendingen te krijgen. Er zijn er 86 foto's zijn er ingestuurd, waar ik wel heel blij mee was, want voor hetzelfde geld waren het er maar 10 geweest en hadden we nu geen wedstrijd gehad. En ik wil hierbij ook het Scheepsruim voor Scheepsantiek en Curiosa bedanken voor het sponsoren van de prijzen 1, 2 en 3. En het dinerbon. Marion Meijer Brandenhorst. Wel heel bijzonder, want zij heeft dus met 4 foto's gewonnen. Ja, ik was gelijk verliefd toen ik de foto's zag. Dan wil ik Peter Karns met 2 foto's naar voren. Carol Dellen. Oké, ik zal ze nog wel eventjes laten zien. Ja. Dan heb ik Jan Willem van den Berg. Die heb ik wel gezien. Twee foto's. Jolanda Lamers. Ik loop voor jou een kaartje. Ja. Ja. We hebben een klein heuvel. Prachtig. Gefeliciteerd. Ja, bedankt. Plony Wolf, ja. Wat prachtig. Ja, zeker. Ook van de leuk. Sorry. Gefeliciteerd. Dankjewel. Bianca Boender. Jan Sluimer.
Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Deze is van Joma Stam, maar die is er niet. Dank u wel, Anita. En ik wil eigenlijk eerst jullie vragen om even een applausje te geven aan Anita. Vorige week kwam Anita mij hier vertellen wat ze zo van plan was en waarom ze zo'n fototentoonstelling wilde organiseren. Ja, en als ik dan voorbij zie komen hoeveel mooie foto's er zijn, dan zie je natuurlijk gelijk hoe verschrikkelijk mooi Hellevoetsluis is en vooral de zonsondergangen. Ontzettend veel mooie plaatjes. Ook leuk te zien dat er zoveel vrouwen zijn die zo mooi kunnen fotograferen. Overigens, de mannen hebben het natuurlijk ook heel mooi gedaan, maar ik vond wel, we hadden het er net even over. Er waren heel veel vrouwen in de competitie. Ja, mooi. En dan ook een heel leuk initiatief dat het dan dadelijk helemaal in Hellevoetsluis te zien is. In allemaal restaurants. En dus ook bedankt voor alle medewerking van de horeca. Ook dat we hier vandaag zijn. Ja, gefeliciteerd in ieder geval alvast met dit resultaat. Maar nu gaan we even de winnaars uitreiking doen. Prijzen 3. Ja, prijzen 3 tot en met 1. Ja. Wie herkent hem? We zoeken bij de naam. Fien Vlas Blom. Meisje uit de Gelder, hè? 116 stemmen. En van harte gefeest. Zonder brilletje genomen, hè? Want ik zag niks. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. En dan nummer 2 voor nog een applaus. En de tweede prijs is voor Tim Tijgram. Spreek je dat goed uit of is het Tim Tijgram? Tijgram is goed. Ja, dat is een mooie foto. Ja. Oké, ja. Ja, oké. Deze kan er even van dan? Ja. Staat er niet een hand op? Ja, ja, ja. Ja. Maar die geeft ze toch in de hand als ze deden, toch? Hoe kun je nou een selfie maken? Dat snap ik niet. Ja, opzettief en aan de tijd. Ben je dat zelf? Ja, ja. Oh, wat een kopje aan lezen. Ja, dat zou best kunnen. Ja. Ja. Nou, nog wat voor. Nou, twee keer een kampioen, toch? Oh, ja. Ja. Applausje. En je krijgt er nog wat bij. Ja. Dit is van het ruimtehuis. Oké, nou super. Ja, het is zwaar. Ja, goed, goed hoor. Oké. Dankjewel. En dan de eerste prijs. Dat is voor Taco van der Kooi. Prachtig. Ja, heel leuk. Dankjewel. Ja, oké, dankjewel. Oké, dankjewel. Ja, veel succes met jou. En ik ga nog een nevel. Ja, heel leuk. Succes. Ja, heel leuk. Dankjewel. Ja, super, dankjewel. Wij willen hier gaan. Wel waar ik ben je leuk op zou, hoor. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Oké, gaat hier nog een keer. Ja, en even lekker. Dan kom ik hier. Dan kom ik hier.